Goedemorgen. Nou, voor ons is het goedemorgen. We zijn eigenlijk nog net een uurtje wakker. Dat is heel slecht. Zij is net een uurtje wakker. Ik was al een hele tijd wakker, maar zij sliep nog gewoon verder. En ik ging 20 rondjes door het huis lopen. En ja, ik weet niet wat ik moet doen daar. Ja, nou ja, het was dus zo dat mijn moeder niet zo lekker was vannacht. Dus ik was de hele dag eigenlijk met haar. En het was echt 5 uur nog dat ik heb geslapen. En ik was echt om 1 uur 's middags wakker. Klopt. Kijk, vannacht wordt het een leuke dag. Want weet je wat we gaan doen? We gaan naar de grootste dieren. Nee, wat gaan we? Nou, we gaan eigenlijk als eerst even eten, want we hebben nog helemaal niet gegeten. Dus we gaan even wat lekkers eten. Tenminste. Tenminste, dat willen we doen. Dat willen we doen. En daarna willen we naar de speeltuin. Jij wil naar de speeltuin? We willen daarna naar een dierentuin. Dat is de derde grootste, nou niet, de grootste dierentuin van Turkije. Nou, we komen er niet uit. Nee, echt serieus, maar het is allemaal te vroeg. Maar we gaan dus dat doen. We gaan eerst eten bij Orchide. En ik weet niet wat dat is, maar ja, moet zeggen dat het wel lekker blijkt te zijn. Dus laten we dat maar eens gaan doen. Nou, kijk, deze is leuk. Het heeft vers gepest. Sinaasappelsap genomen. En we hebben wat besteld. En nu wachten we erop. Want nu voorlopig hebben we even. Dit is op eten. Huh? Dit is op eten. Eindelijk ons eten en dit ziet er zo lekker uit. Is het de pasta is schat? Ja. Hoe vind jij het eruit zien? Super lekker. Ja, ik vind het ziet er lekker uit. We hebben het alleen nog niet geproefd, maar we hopen ook echt dat dit heel lekker smaakt. Dit is trouwens katmer, mensen. Er zitten pistachenoten in. En dat is best wel bekend bij ons in de stad. Dus Toeva gaat voor het eerst eten. Ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat vinden. Yes. Iets makkelijk voor ons. Wij zijn echt hetzelfde. Onbewust laten wij precies hetzelfde over. Dat doen we echt onbewust. En dat is echt altijd. Dat is echt altijd zo. Dat doen we echt niet bewust. Maar dat is echt lachen. Want als wij soms eten, dan hebben we weer hetzelfde gelaten. Nou, dat wilde ik even vertellen. Het was trouwens echt super lekker eten. We hebben echt onwijs goed gegeten. Echt zo lekker, maar wij eten niet zo heel veel, dus we zaten wel heel vol. Ik wilde altijd mijn naam met het eten. Altijd wat ze mijn naam doen met het eten. Ik heb 1 broodje en een halve over, en zij ook 1 broodje en een halve. Hij ligt weer. Wat die? We gaan dus nu opstaan en dan gaan we naar het dierentuin. En dan vloggen we even verder. We zijn dan eindelijk aangekomen bij de dierentuin. Het is de werelds grootste. Vierde. Ze is vierde grootste. Vierde van de. Maar nou, hoe voor en je twee voor uw of sas? Ik weet het niet. Deze dieren waar we nu binnen zijn, is gekozen tot de grootste, meestal nummer 4 grootste dierentuin van de wereld. Nou, we zijn bijna bij de ingang. Nou, het is zoals je ziet, het is fucking groot. Dit is nog niet eens de dierentuin. Ja. Nou, dit is de ingang van de dierentuin. Daar heb je een hele grote kaart met alles. Volgens mij moeten we hier, schatje. Moeten we hier een ticket? Ja. Nou, we moeten hier een ticketje kopen voordat we daar naar binnen mogen. Nou, we gaan nu even een ticketje kopen. Het is 6 TL, dat is ongeveer uitgerekend 80 cent of zo. Mm-hmm.
we zitten dus hier ergens in het dierentuin. We waren richting. We zijn richting het paard aan het lopen, maar mevrouw is dood op. Dus we zijn hier even aan. Het gaat hier, dit is video, het is geen foto. Ja, ik ben echt moe, mensen. Weet je hoe tyfus wil je moet lopen? En hij wilde persen op de paarden, maar volgens mij kan je niet eens op de paarden vandaag. Het zijn allemaal hellingen, kijk. Zoals jullie zien is er gewoon precies niks van zijn. En daar is er een busje die rondleiding geeft. Hij gaat weer die moeten pakken. We gaan paardrijden. Ben je zenuwachtig? Ik vind het doodeng. Kom aan bak, Anna. Ja, als dat een prins kiel, joh. Dat is gewoon eng, hè. Dus dan woon je in de koekmassa. Bismillah. Ga je binnen. Mama, dus je met een liefje. Hij heeft een glijn met een liefje. Met een Nou, daar gaat ze dan. Ga erop. Touwtje vast. Hey, afvat. Nee, afvat. Nou, daar ga je dan. Kijk even in die camera. Je mag wel in de camera praten hoor. Nee, ik ben echt gewoon eng. Ik ben echt gevallen. Nou. Hoe vond je het? Ik ben eng. Echt? Oh, je bent zo vallen joh. Mama, back. Mama, back. Hallo, daar ben ik weer. Ik heb mijn haar even laten feunen. Alleen, nou, dat zie je niet zo heel erg. Hier kan het allemaal, want hier kost het maar echt, denk ik, 3 euro voor ons om je haar te laten feunen. Het is gewoon veel makkelijker. En we gaan nu eten. Ze lopen erin. Ik ben echt zo moe, mensen. Ja, ik dierentuin. Het was geen dierentuin, maar het was gewoon een sporthal of zo, man. Ik vond het wel leuk. Ik moest naar boven, naar beneden, op en neer. Maar we gaan dus nu eten. En we gaan hier eten. Ik hoop echt dat ik tegen iets ga knallen of zo. Oh, god, ben ik ook gaan. We gaan dus hier eten. Het is een culturele eetplek. Zo. En dan gaan we dus nu naar binnen. Hier is onze voorafje. We gaan even eten. Wat is dit? Dolma. Dat is gedroogde aubergine. Gedroogde wijnbladeren. Gevuld met... rijst eigenlijk een beetje. Ja, rijst met soort van salcha. Ja. En hier heb je jajuk en dat is, nou ja, yoghurt met komkommer eigenlijk. Te letten. Vandaag zijn we bij de
enige echte Tostjego. Deze man gaat viraal op het YouTube. En vandaag eten we bij hem, dus zijn kleine plekje. Nou, eet smakelijk. Dank je. Nou, dit was onze laatste dag in Antep. We gaan nu vliegen naar Istanbul en vanuit Istanbul gaan wij door naar Amsterdam. Nou, wil je wat zeggen in de camera? Nee, ik ben moe. Kiki, do you love me? Mensen, het is zo druk, je wil niet weten. En het is gewoon bomvol.